beeldhouwvereniging Pietra hield op 20 en 21 augustus haar tweejaarlijkse expositie in het kerkje van Persingen. De opening werd muzikaal omlijst door de heer Rademaker op fagot en mevrouw Rademaker speelde op het orgel van het kerkje. We hebben een vereniging, die heet Pietra, die zit in Nijmegen bij de Splendorfabriek. En we hebben 30 leden en je kunt je voorstellen als die ieder 1, 2 of 3 beelden inleveren, dat je een enorme hoeveelheid hebt. We hebben 55 beelden geëxposeerd van 28 mensen. En wat je ziet als je binnen bent is hoe verschillend mensen met dat materiaal van alles kunnen maken. Dus het is een enorme verscheidenheid en toch als je het in zo'n mooi kerkje als dit zet, is het toch een eenheid. Het zijn echt allerlei materialen. Er is marmer, er is kalksteen, speksteen, veel serpentijn. Maar er is ook hout en één beeld van staal. Dus het is echt een enorme variatie aan steensoorten, maar ook andere materialen. We zijn echt, als je dat zo bij elkaar ziet, echt trots op wat we met z'n allen kunnen maken.